Oh, er is ook nog een Russische vliegtuig ook, tuurlijk, want... weet je, ik bedoel... Wow. Wow, 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 wow. Besef gewoon dat die F-16's gewoon achter me aan zitten. Deze F-16 wil mij gewoon neerhunten. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van GTA 5. We gaan vandaag lekker verder waar we natuurlijk de vorige keer gebleven waren. Mocht je er weer zin hebben, klik alvast een like aan, bijvoorbeeld dank. We gaan naar de D op de map. Ik heb hem even gemarkeerd op de map dat ik weet waar ik naartoe moet. Mijn auto, ik dacht dat die wel ergens zou staan, maar dat... het staat helemaal niet hier in de buurt. Wij jatten hier even een autootje. En dan gaan we lekker naar de missie toe. Mensen, mocht je het leuk vinden, klik alvast een like aan. De beste kwaliteit is natuurlijk op 60 fps. Dus zou ik zeggen, klik dat lekker aan. Als je per se het aan kan. Zet je adblock eruit om mij te helpen. Klik op abonneren als je nieuw bent. En wij gaan lekker even snel één kleine kilometer die kant op rijden. Of nou ja, het is wel kilometer. Hey, het was toch eerder altijd... correct me if I'm wrong, mensen. Maar het was toch eerder altijd... miles of zo? MH of zo? Nee. ML. In ieder geval, ik weet niet. Eerder was het maar altijd anders. Maar ze hebben in ieder geval ook kilometer gedaan. Ben ik zelf enorm blij mee. Want als ik als Europeaan slash Nederlander leef toch met andere uurtijden dan Amerikanen. En ook andere kilometers dan in plaats van miles per hour. Kilometers per uur en al dat soort shit. Maar dat is zeker nog wel... ja, dat is nog wel anders. Dit is gewoon maar miles per hour. Ja, zie je ook daaronder staan. Oké. Okay. Nou, toch even checken. Ik dacht van misschien hebben ze dat ook eens een keer aangepast. Maar het is nog steeds gewoon Europees racisme. Terwijl wij... denk bij deze deur hier moeten ze zijn. Oh, hier moeten ze zijn. Oké, okay, hallo. Kijk eens aan. Hier is de missie. Oh, leuk autootje trouwens. Zo'n Mercedes. Oké, okay, let's go. Oh. Bel ik met Molly. Molly. Hey, Molly. Hey, what up, bitch? I'm outside the studio. Alright. Go over the wall and find the car on the lot. And then what? Only the principal actors and stunt people are authorized to go near it. So, you could get in wardrobe and play the part, or... try something else. Okay. Right. When you're out of there and clear of studio security, call me. Okay, dus ik moet hier overheen gaan klimmen. Klim er gewoon overheen. Okay, dan gaan die dus niet open trekken. Okay, find the actor door. Okay, daar heb ik dus al die andere mensen. Dus ik moet nu hier naartoe gaan rennen en dan moet ik naar de deur toe van de actor. Okay, nou op zich niet zo. I'm allergic. Do you understand? Do you understand? Now listen to me. You can knock on the actor to get it. Okay. Ik moet nou hier naartoe. En dan. You know how many fights? Ik moet hem neermappen, toch? Ik moet zijn kleren hebben. Ja, oké, okay, ik deed wel goed. Ik dacht even dat ik het fout deed, maar ik denk ik begin gewoon om in te hakken. Nu ga ik dus zijn kleren aantrekken. Even in de caravan, deurtje dicht. Oké. Okay. Oh, smooth boy. Jongens, we moesten een film schieten of iets. Ik ben Frank, bedoel niet Frank, nee, ik ben helemaal nieuw hier. En oké, okay, nu kan ik dus makkelijk hier rondrennen, omdat ik dus de enige ben die hier nu mag komen. En dit is waarschijnlijk, ja, dit is die James Bond. Dit is die James Bond auto. Where the hell is Brandon? Jesus, are you gonna find him? Someone's gonna... de James Bond auto, hier is een van de ziekste auto's in heel de game. Niet dat voor mij daadwerkelijk die machinekuntjes werken. Maar wat wel werkt is dat hier spijken... dat je je spijkermat mee kan gooien. Dat is natuurlijk wel heel ziek. Dan kan je even die kraaienpoot achter je neerflikken. Hoe we dat doen? Ik heb nog geen idee, maar... nee, dit is geen kidnapping. Get off the wheel. I need to get the fuck out of here. Hey joh, gek. Wow! Holy moly. Loes. Hey, scheidwijf. Blijf nou eens een beetje poten van het stuur af. Kutwijf. Hey, blijf af. Even kijken, left the control, dus deze. Hoppatee, dat bedoel ik met die spijkermat. Hoppakee, weet je wat is dat? Wij zitten aan de stuur te trekken. Wat super irritant. Kappen nou! Oh! Oké, left. What the fuck? Een schietstoel. Nee. Nee.
because I got the car and it was messy. That's fine with us, but your associate, Michael DeSanta, has done some work at the studio and he might not be so happy. Yeah, yeah, whatever. Oh, what kind of shape God. Is the car in? Well, whatever. We plan on refitting the guns to take live ammunition. Do the traffic spike and ejector seat need replacing too? Both of those is going to need replacing, all right? Good. One more thing. Mr. Weston's security detail are concerned about a suspicious figure near the garage. Nou, jij gewoon lekker van je mond dicht. Sorry om mensen dat ik dat skip, maar ik vind dat zo irritant als ik aan het rijden ben en hoe zo iemand weet het. Maar ik kan nog steeds wel mijn spikes gooien. Als jullie nu ook horen dat geluid. We zien. Oké, mensen die gaan krijgen gewoon echt lekker banden door mij. Ik doe alleen maar lachen. Nee, ik wil niet ik wil niet echt door hetzelfde doorheen rijden. Hoppatee, lekker bandjes. Rijd door dan, joh. Vrachtwagens ook lekker banden, waarom niet? Iedereen lekker banden, hoppakee. Lekker op het kruispunt, lekker banden iedereen. La 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 la. Dat is echt vet aan deze auto. Deze auto. Hoppakee, bam. Oh, ik moest wel erin, ja. Oké. Hoppatee. Nice. Ik maak gewoon heel die weg naar de tering. Want overal is gewoon spijkermatten in te flikkeren. Of kraaienpoten, moet ik eigenlijk zeggen. Het is dus weer een auto die we dus eindelijk hebben gevonden die we moeten afleveren hier. Het is een van de zoveelste. Gaat het open? Ja, dat gaat open. Oeps. Oké, nou stop met trollen. Nou is klaar. You're developing quite the rep there, Slick. Insurance companies hate these kinds of claims. They don't like cats with the inside edge. Shorten them either. So how'd it go? Smooth enough, you know. Kijk hoe eruit ziet. You know what the irony is? I'm a major shareholder in that same studio, so we just did is practically legal. Ha! What the fuck? Ooh, shit! Look at this. Oh, they have him ook, hoor. Doing it big, my nigga, on the set. Lamar, what the fuck are Lamario, you doing? Lamario, man. Oh, chirp your boy Trevor. It's fucked up when you gotta get your GPS location on your homeboy to a motherfucking speed freak. True that. Devin Weston, master of the two-hour female orgasm. What the fuck? Lamar Davies. He was just leaving. Hey, not on my account. You looking for gainful employment, homie? Hell yeah, I'm always trying to get hell yeah, motherfucking paper. Predictable. Hey, we could bring your boy here in on the last part of the shipment. Oh, yeah, nigga, that's exactly what you could do. That's exactly hell what you yeah. Hell yeah. Exactly. If you want him in, then you get him to boost the rest of the shit you got. Oh. Give me my money and I can go on with my motherfucking life. Oh, no. Am I sensing tension here, Slick? He's the spirit, but you're the brains. Am I wrong? Daar gaat hij weer. Look, I need you on point. Franklin probeert zo vaak gewoon goed over te komen en dan komt die Lamar yeah, whatever, die... Oh, call me when it's done. And after this, make sure we got our motherfucking check, all right? Ciao, baby. Is what it is. It was real. Hey. Come here. I'm gonna put you in touch with my legal. We hebben wel een missie verbracht. Hoewel de auto's in één keer op wonderbaarlijke wijze zo'n beetje helemaal heel. Glas zit er allemaal weer in en zo. Maar op deze kant tenminste dan. Goed, missie verbracht dacht ik zo. Of niet dan? Bam, mission path. Deep inside. Hoppakee. Wauw. Oké, dit ging makkelijker dan gepland. Terwijl ik hier de M op de map zie. Het is wel een groene M. Maar dat betekent wel dat ik hem mag doen. Met Franklin, I guess. Mensen, we doen het zo. Wanneer ik bij de M ben aangekomen, dan zie ik jullie dan. Goed mensen, daar ben ik weer. Ik heb maar even een taxi gepakt, want dat is natuurlijk het makkelijkste om te travelen door heel GTA. En aangezien we dat toch niet zo heel veel geld kosten, we hebben redelijk wat geld. Moet het best kunnen. We zijn in ieder geval aangekomen bij Michael als Franklin. Want de M is groen. Dat betekent voor mij dat we dit gewoon met Franklin kunnen doen. Yo, what up? Oh, we gaan even bellen. Oké, dan gaan we even bellen. Oh, snel toets. Terwijl je niet een toets zag. Denk het ook. Where you at, man? Your house is empty. What? Hey. I had to kind of lay low for a while. Yeah, that nice Mexican we met. Me and T did that job for him, and we fell out. You gotta be joking. I wish I was. So where you at now? Desert. Out by Alamo Sea. Alright, well, I'll hit you if I find anything. Absolutely. Hey. Trevor's got his wife. Och, tuurlijk. Dat was ik helemaal vergeten. No, the Mexican's wife. Oh, we hebben dat meisje of die vrouw gekidnapt. Nothing. Nothing to say about that. Oh my god. Run! Run! I'm back! Coming, Trevor! Bring me my coffee, I'm gonna cut your arm off. Absolutely! Who the hell's that? Your maid? Business partner. A business partner. Very loyal.
John. Leiden hem. That is Michael. And this is Patricia. Ook wacht. Listen, beautiful. You know, I'm sorry about everything that's happened. And that, you know, I can't guarantee no harm's gonna come to you. Oh. Might have to chop you up into little pieces. Oh. Drain your pulp mess down the drain. But I really hope it doesn't come to that. Wat zeg je nou, joh? I appreciate your honesty. You are a good man. I can see that. You need your eyes examined, then. Come on. You miss me? Yeah, Trevor, a bit, I mean. How's the fucking business? I tried. What I tried? Probeer het niet genoeg, je moet het doen. I'm gonna rip your fucking throat out and shove a turd down the hole. It's not a sob story, it's just not quite come good yet. Oh. But I heard about something. Ja, die kakkerlak allemaal rennen, joh. What the fuck? No, niet de Merryweather. Nee. Weapons they got coming in. So I thought you might want to requisition it. Fantastic. Let's go. I'm in. Whoa, no, not you. Sit down. You're a wanted man. Stay low. Watch her, okay? She's a good lady. She's a good lady. Watch her. You wait. Wait on the way. Jij blijft hier. Lekker al die kakkerlakken. Godverdamme. Oké, wij moeten onderweg zo zien. Oh, 1,7 kilometer. Dat valt op zich mee. Mensen, heb je nog niet gelijk? Vergeet niet even te liken natuurlijk. We moeten get the plane. Wacht eens, eventjes. What are you gonna do? We're not gonna take out a private army on the ground, Ron. We gotta meet him in the air. Oh my god, daar was ik al bang voor. Okay, well, je hoort goed mensen, een private army. Kortom, Merryweather is een soort van veiligingsschissel, zeg maar. Kortom, private army. En ja, dat is behoorlijk, ja, heavy, zeg maar. Maar okay, well. Goed, we doen wat we willen. Ik bedoel, het is Trevor, dus dan kan je deze dingen verwachten natuurlijk. Fuck hell. Al die boten, nice man. Rijden een fucking oude auto. Oké, we zijn bij mijn vliegveld aangekomen. What's the end game? Okay. We had a good thing going without him. If it's such a good thing, where's my money, huh? Gaan we met een met zo'n duster? Okay, dan gaan we met de crop duster. Waarom niet, joh? Get in touch with my Mexican contact. Tell him we got some guns to sell. Moet hij mee of niet? Nee, dus zo is hij niet. Okay. Ik zeg eerlijk, mensen, ik heb vaker gevlogen in dit spel. Dat is geen enkel probleem. Oh, dat is wat dat betreft geen enkel probleem. Maar niet in een vliegtuig als dit. Ik ben zeg maar gewend om in de luxe privéjets te vliegen. Die gouden in online en grotere Boeings en dat soort shit. Maar hey, dit is ook goed, I guess. What the fuck is dit, joh? Oh my god, dit ben ik echt niet gewend om hierin te vliegen. Maar goed, maar ik weet het niet eens waar ik helemaal heen moet vliegen op het moment. The Merryweather plane's in a holding pattern over Mount Chiliad. Oh my god. Vlees low as possible to avoid. Oké, ik moet zo laag mogelijk vliegen. Bij de military base. Zodat ze mij niet herkennen als het ware. Of niet zeg maar zien. Oh my god, maar hoe lager ik zeg maar vlieg, heb je natuurlijk ook heel veel last van het wind en al dat soort shit. Zoals je nu merkt, ik hoor nu niks. En oh, dat is hem. Het is heel laag. Oké, dat is een vliegen. Follow the cargo plane, stay close to the ground. Ja, ik doe mijn best, maar het probleem is alleen, je hebt allemaal van die bomen en Didn't I say we had to take them in the air if we're to have any kind of shot at this? Oh my god. Kijk, dat vliegtuig heen en weer bouncy, joh. You'll see. Oké. We moeten laag blijven vliegen. We moeten laag blijven vliegen. Maar we kunnen toch niet over die legerbasis heen, grappie. Dan worden we neergehaald door raketten. Dat is even no joke, we worden dan neergehaald door raketten als we eroverheen vliegen. Ik zou wel eens dat vliegtuig willen hoor, daar niet van, maar is dat niet een beetje gevaarlijk? We flying by the military base now. Avoid it, boss. Don't fly over. Oké, don't fly over. Oké, ik mag dus. Ze willen dus ook eromheen vliegen, maar wel laag. Wow! What the fuck? Oh my days! Dat is dus de private military. Dat moet haast wel. Of het hoort bij het leger, maar what the fuck was that? You know, the cargo plane's got four jets, a 200-foot wingspan. Yeah. And
crop duster. This is something I'm acutely aware of. Enough. What the fuck is dit? Oké, okay, de bocht komt. Oké, goed, we zijn voorbij die military base. Goed, nu moeten we erachteraan gaan. Even die gewoon nog even die F-16, hè, moet je nagaan. Oké, de crop duster is flying too high. Lose attitude to avoid detection. Sorry. Oh my god, maar ik schrok me net wel even een hoedje hoor, dat in één keer die F-16's voorbij kwamen gevlogen. En wij niet dan, nou F-16, F-16, oudere gevechtsvliegtuigen dan, maar ik had wel even zoiets van, are you kidding me? Oké. Altitude's just fine. Ja, Ron, hou je bek nou eens. I should be myself out here, bullying, reckless, totally selfish. Wat wil je dat ik nog lager vlieg van dit kan toch niet joh, dit is levensgevaarlijk, want mensen, jullie denken van wat zit hier veel te bewegen ofzo, maar het is gewoon de lucht en de wind en door die auto's helemaal rijden en zo. Daarom vlieg ik zo fucking vaag. Het gaat heel op en neer en dit en dat. Ik zit heel de tijd bij te sturen en zo. Want dat soort dingen gaan anders gebeuren. Oké, dit doe ik zelf hoor, hier naar beneden gaan. Want ik moet natuurlijk laag vliegen, dus ja, dan vlieg ik ook laag. Hoe ver moet ik hem dan nog volgen joh? Mag ik niet op ze schieten ofzo? Even over een boompje heen, hoppakee. Kom ik überhaupt dichterbij is meer mijn vraag. Maar het zal. Wat is een boom hier? Oké, dan. Moet je zien wat een vliegtuig dat is, joh. Jezus. Holy shit. Altitude corrected. Oh my days. Moet je zien, joh. Are you sure about this, team? Ja. Most certainly. These bricks, Meriwether, they're what? Using these guns for a coup in West Africa? Come on. Hoe ver moet ik vliegen? Even for real. Ik begin nou al klaar mee te worden. Weet je het is? Ik moet laag vliegen. Vind ik geen enkel probleem. Maar dat vliegtuig inhalen? Oh maar. Gelukkig haal ik hem hier met de crop duster. Oh my days. Ik maar vliegen en maar vliegen. Ik krijg wel vliegskills van. Maar goed, Trev heeft natuurlijk al hoge vliegskills. Want die heeft zijn eigen vliegveld. Dus die vliegt wel veel. Wat wil die heen dan? Ja, dat piepje betekent dat ik hoog zit. Ja, ik ga naar beneden. Oh! Oké, dan! Omdat wij dus nu in een ander soort airspace zijn, hè, want de lucht wordt natuurlijk bepaald bij sommige gebieden. We hoeven nu niet meer laag te zitten. Nu mogen we gewoon hoger gaan vliegen waar we willen. En we mogen ook dichterbij. Nou, dichterbij is natuurlijk eigenlijk nooit, maar we mogen in ieder geval wel hoger gaan vliegen. Oh. Really? Shoot me down? Well, that seems a little extreme, doesn't it? Oké, ik close in. Ik zie gewoon dat ik dichterbij begin te komen. Dat is goed. Hoppakee, come on. Closing in on Meriwether. I'm gonna take my chances, pal. Ja, wij nemen gewoon onze chances. De achtervliegtuig is nooit slim, want al die luchtdruk die ik ga krijgen van die motoren. By inside. Are you kidding me? Wow! Dat RPG though. You're actually firing rockets! En daar gaan we dan. Hoppakee! Bam! Ah! Nice! Lay down fire! This guy took out! Kom op! Private military uittekens of het niets is. Kom op! Private military uittekens of het niets is. Come on! We can do this, bam! Oké, voor mij hebben we ze. Rennen. Dit zijn al die jeeps namelijk van hun. Die zijn fucking zwaar gepantserd. Oh shit. Doorgaan. Shit. De bovenklimmen. Go Trevor, kom op, je kan het. Get out of my cockpit. Hoppatee, man down. Oké, goed, nu ben ik dus de persoon die aan het vliegen is. F. Oké, dan. Holy freaking shit. Meriwether cargo jet to ground control. Please be advised of a change of destination. We are now landing in Mackenzie Field. Oh, ik maak even een scherpe bocht ermee. Niet dat ik uit de lucht aan het vallen ben of zo. No worries. Er komt wel vuur uit mijn ding, maar dat is achter. Even kijken, op Mackenzie's Field. Helemaal daar. Oh, ze willen helemaal dat ik daar ga landen. Holy shit, oké. Nou goed, voor mij vliegen we daar best wel snel heen. Ron, you there?
Maar dit is wel echt super ziek. Wie die achterkant zien, wel van die achterkant naar tering geholpen. Oh, er is ook nog een Russische vliegtuig ook, tuurlijk, want... weet je, ik bedoel... Wow. Besef gewoon dat die F-16's gewoon achter me aan zitten. Deze F-16 wil mij gewoon neerhutten. Kijk hem joh. Maybe I'll give you 10% of what's in the hole. Then we're all happy. Probeer ze gewoon een beetje te irriteren, gewoon een beetje naar zo'n toekeren zo. Holy shit, boven mij! Wat moet je ze zien? Moet je nagaan, normaal gesproken zijn deze twee F-16's zeg maar om deze jet te beveiligen voor het geval dat. In dit geval zijn ze te laat en ben ik nu al de baan. Ze willen mij dus down zien te krijgen. Ja joh, rot eens even op om mij heen te cirkelen. Kijk, ze ook dichtbij zitten hoor. Jemig. Dat is niet gezond. Ik probeer ze gewoon een beetje af te schudden door een beetje zo'n gekke dingen te doen. Hey, you wouldn't shoot me down anyway. Think of the ground casualties. Ja joh, denk eens even wat er allemaal op de grond aan gaat gebeuren als je mij neer zou schieten. Maar een vliegtuig kidnappen. Gewoon ook Russisch, hè? Russisch vlaggetje erop. Maakt helemaal niet uit, joh. Oké, ik moet hier dus op gaan landen. What the fuck? This cruise is cooked, Ron! Run! Run, you hear me? Shit! Ah! Climb to jump out of the dune. Ja, dan moet ik dus omhoog afvliegen terwijl... Oh, dang it! Kom op! Omhoog met dat dikke lomp ding, omhoog! Omhoog! Ah. We gaan omhoog toch nog? Ja, we gaan nog wel omhoog. Ik wil landen hier. Mag dat niet? Kan dat niet? Wat? Trevor died. Ja, maar wat moest ik dan doen? What the fuck? Oh my god. Goed mensen, zullen zien. Ik ben weer geschoten hier. Dat is gewoon iets wat ze gewoon sowieso doen. Maar ik zit dit nu gewoon hoog in de lucht. Dus ik denk dat ik zo meteen uit moet gaan springen nu. Oké, okay, ik ga denk ik jumpen nu. F, ik wil eruit. Laat me eruit. Oké, daar gaan we dan. We moeten rennen. Come on, eruit. Oké, we storten neer. Go. Dit moesten dus de eerste keer ook doen, wist ik veel. Kom op, Trevor. Wow. Moet je zien dat vliegtuig, mensen. Holy shit. Wow. Damn, ook gewoon dat zwarte rook. Oh my god. Oh, kijk dat vliegtuig gaan. Ik val nog wel even hoor. Ik weet toch dat ik nog wel super ver moet flikkeren. Dus kijk, open nu maar. Hoppatee. Kijk. Holy moly, wat een explosie. Jeumig. Holy shit. Ja, ik weet hoe ik moet parachute springen, jongens. Ik heb vaker gedaan. Als ik moet trouwens die kant op, denk ik me nu. Ik moet... Daar is mijn vliegveld. Maar goed, dat redden we nog wel over het water heen. Dat kan makkelijk. Maar, zo kunnen we langer rechtdoor vliegen. Maar ik moet zeggen, tot nu toe... dit is wel een van de vetste missies, denk ik, die we tot nu toe hebben gehad. Gewoon, weet je, gewoon... Wat we tot nu toe al hebben moeten doen en zo. Dat denk ik toch wel dat dit een van de vetste missies is die we tot nu toe hebben gehad. Dat is wel super vet. Nee, ik ga niet naar mijn mobieltje kijken nu. Hoppakee. En ik denk dat we zo meteen weer een missie hebben gedaan. Denk ik. We moeten nog even een stukje landen. En ik ga natuurlijk niet in het water hier landen. Dus we gaan even over het water heen gliden, zeg maar. En dan gaan we lekker... Hoppakee. En we gaan weer een stukje naar voren. Wee. Om snelheid te maken, dit zal een stuk sneller naar voren gaan. Maar in ieder geval, hier is ons vliegveld. En dus het lijkt me logisch dat ik hier in de buurt ga landen. Als ik dan daadwerkelijk bij een vliegveld moet zijn, dan ben ik tenminste in de buurt. Vandaar dat ik hier ga landen.
We landen natuurlijk gewoon rustig zo dicht mogelijk bij het vliegveld toe. We blijven gewoon lekker lang zweven zo. La 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 la. Oké, got it, we got it. En hoppatee, we zijn geland. Nice. Oké, ga je die crossmotor maar eens even hier, meneer? Want ik heb net iets belangrijks gedaan. Raf, hoppatee. Mission pass, bam. Bam, hoppatee, mensen. We hebben gewoon weer een belangrijke missie volbracht. Dit kreeg je met Trevor, maar ik moet zeggen, wel een hele leuke missie. En een hele spectaculaire missie. Dat is natuurlijk ook altijd wel iets wat belangrijk is. Als we Ron dan nog even aan het bellen zijn. Want het is allemaal goed, bla bla. Ik skip het lekker, want fuck it. Mensen, ik denk dat wij het hier maar laten voor vandaag. Ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van GTA 5. Mocht je het nou wel leuk hebben gevonden, vergeet dan alsjeblieft om een like aan te klikken. Vergeet natuurlijk niet om op abonneren te klikken als je nieuw bent. Laat natuurlijk ook gerust wat in de reacties achter. En ik hoop je natuurlijk allemaal volgende week weer te zien bij een nieuwe aflevering van GTA 5. Later mensen.